staan hier bij de uitslag van catalogus nummer 1, Brecht van Ittingen. Het is een imposante merrie met een fraaie voorhand, edel hoofd, veel behang, mooie halsvorm. In de bouw zouden we haar graag wat sterker zien in het middenstuk, ook graag wat opwaartse gebouwd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, de voorbeenstand zien we graag correcter. In de stap heeft de merrie voldoende takt, voldoende ruimte en voldoende lichaamsgebruik. In draf zouden we graag iets meer ruggebruik en gedragenheid zien. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number one, Brecht van Ittingen. This mare is accepted in the studbook with a third premium. Dan hierbij de uitslag van nummer 3, Cézanne van der Veert. Een 4-jarige veulenboekmerrie. Een merrie die wat rastype betreft wat meer expressie in het hoofd zou mogen hebben, wat meer behang. Merrie is correct gebouwd, evenredig gebouwd. Zou wat meer bespiering over de bovenlijn mogen hebben. Wat beenstanden betreft hebben we een opmerking op de stand van de voorbenen. En ook op de stand en bewegingsafloop van het linker achterbeen. De stap is voldoende takmatig en voldoende ruim. In draf toont de merrie veel zweefmoment, veel souplesse. Maar ze zou meer mogen doortreden met het achterbeen en ook het voorbeen meer mogen uitleggen. Deze merrie die wordt opgenomen in het stamboek. Then the result of number 3. This mare is accepted in the studbook. No premium.
Dan het resultaat van catalogus nummer 5. Het is een merrie met een hele aansprekende voorhand. Een mooi edel hoofd, mooie halsvorm en een zwarte kleur, veel statuur. Merrie die een sierlijke beleiding heeft, zou wat bouw betreft misschien iets opwaarts gebouwd mogen zijn, maar wel mooi evenredig gebouwd. Paard heeft voldoende droog beenwerk en voldoende correct gesteld beenwerk. De stap in de goede momenten, als het paard goed over de rug is, is de stap takzuiver en heeft voldoende ruimte. In de draf waardeert de merrie zich op. Toont veel houding in draf, schakelend vermogen, goed gebruik van het achterbeen. En dat maakt dat we deze merrie opnemen in het stamboek en ster verklaren met een tweede premie. The result of number 5. This mare is accepted in the studbook and declared star with a second premium. Dan de uitslag van nummer 6, Dieke VW. Een merrie met veel rasuitstraling, mooie lichthoofd-halsverbinding. Het hoofd is misschien iets lang, maar wel veel expressie. Mooie zwarte kleur, mooie halsvorm. Merrie is correct gebouwd, sterke bovenlijn. Zou het kruis misschien iets langer mogen hebben. Staat iets onderstandig. Beenwerk heeft veel kwaliteit, is mooi droog. Achterbeen zou iets minder gehoekt mogen zijn. In de stap, als het paard in ontspanning is, dan heeft ze voldoende zuiverheid in de stap. En de draf heeft een heel goed achterbeengebruik, goede beentechniek, veel ruimte en opwaartse houding. En dat maakt dat we deze merrie opnemen in het stamboek en ster verklaren met een tweede premie. Then the result in English of catalog number 6, Dieke VW. She is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
Dan nu de uitslag van catalogus nummer 9. Een merrie die nog heel veel jeugduitstraling heeft. Merrie die wat rijker zou mogen in het ras, wat het rastype betreft. Correct gebouwd, goede schouderpartij, goede kruisligging. Merrie die droog beenwerk heeft. Voorbeenstand zou iets correcter mogen. Merrie die heel makkelijk stapt, goed door het lichaam. Actief, krachtig achterbeen. En in draf ook een goede techniek laat zien met schakelend vermogen. En goed aanzetten vanuit de hoeken. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Then the result of number 9. She is accepted in the studbook and declared star with the second premium. Dan hierbij het resultaat van catalogus nummer 10, Eke Lutske J. Een merrie met een royaal ontwikkelde merrie met een edel hoofd, mooi zwart van kleur. De halsrichting zien we graag iets verticaler. Een langgelijnde merrie die een sterke bovenlijn heeft. Merrie zou wat opwaartse gebouwd mogen zijn. Kwaliteit beenwerk is voldoende. Merrie stapt opvallend goed met veel lengte en veel lichaamsgebruik en actief achterbeen. In draf laat ze ook een ontzettend goed achterbeengebruik zien. Ze zou daarbij nog iets meer oprichting mogen tonen voor het mooie. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. The result in English. Number 10, Eke Lutske J. She is accepted in the studbook and declared star with the first premium. Thank you.
Hier bij de uitslag van catalogus nummer 11. Een merrie waar we met plezier naar kijken. Heel veel rasuitstraling. Mooi edel hoofd, veel behang, fraaie halsvorm, veel statuur. Merrie die ook zeer correct gebouwd is. Goed in verhouding, goede bovenlijn, mooie schouderpartij, goede kruisligging. Merrie die voldoende kwaliteit beenwerk heeft. De hoeven zouden wat royaler mogen. Merrie heeft ook een horizontale romprichting. Dat hoort nog bij de bouw. Dat is heel opvallend. De stap die is erg ruim en daardoor ook wel wat kwetsbaar. Dan kan hij soms wat onzuiver worden. Maar na de draf zagen we dat de merrie weer heel takmatig stapte. Met voldoende ruimte en veel lichaamsgebruik. In de draf laat de merrie veel balans zien. Veel schakelend vermogen. Veel souplesse. Ze zou wat meer door mogen treden met het achterbeen. En ook wat meer ruimte mogen maken met het voorbeen. Maar al met al een hele complete merrie. En ze wordt vandaag dan ook ster verklaard met een eerste premie. The result of number 11, Vardouw van der Ridderdijk. She is accepted in the studbook and declared star with the first premium. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 12, Fopje van de Lege Geën. Het is eigenlijk een paard van uitersten. Een paard met een heel fraai rastype,
mooie, of een edel hoofd en mooie halsvorm, misschien iets onderhals, veel statuur. Qua bouw zouden we wat meer jeugduitstraling willen zien, maar wel positief is de horizontale romprichting en de merrie is hoogbenig. Het beenwerk dat zou meer kwaliteit mogen uitstralen. Met name de bouw van het spronggewricht van het rechterachterbeen zien we graag correcter. De merrie, als ze in voldoende ontspanning heeft, stapt ze voldoende ruim en takmatig. De draf is excellent. Die hebben we beoordeeld met een 9. Merrie die zo rijst in het front, opwaarts, met een heel mooi voorbeengebruik en veel schakelend vermogen. Een genot om naar te kijken. En ondanks al deze uitersten maakt het dat deze merrie ster wordt verklaard met een eerste premie. The result of number 12, Fopje van de Lege Geën. She is accepted in the studbook and declared star with the first premium. And she had an excellent trot. De uitslag van catalogus nummer 13, Evie van Skrins. Ook dit is weer een merrie van uitersten. Een zeer jeugdige merrie nog, die misschien nog wat opwaartse gebouwd mag zijn. En nog iets meer bespiering zou mogen hebben, iets sterker in het middenstukje mag zijn. Merrie die opvalt door goede kwaliteit beenwerk, heel droog beenwerk, correct gesteld beenwerk. Merrie die voldoende stapt. En merrie die weer opvalt in de draf met een heel goed achterbeengebruik. Blijft mooi in het ritme draven in de bochten.
En dat maakt dat deze merrie opgenomen wordt in het stamboek en ster wordt verklaard met een tweede premie. The result in English, number 13, she is accepted in the stud book because of her wonderful trot and the good quality of the legs, and she gets a second premium. De uitslag van catalogus nummer 14, een merrie met veel rasuitstraling, edelhoofd, mooi zwarte kleur, dikke staart en manen. Een merrie die iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Een merrie heeft voldoende kwaliteit in het beenwerk. De stap die, is voldoende takmatig, maar zou meer lengte mogen tonen. De draf toont de merrie een goed achterbeengebruik, zou hierbij meer oprichting mogen tonen en ook het voorbeen verder weg mogen zetten. Maar het complete plaatje maakt dat deze merrie vandaag opgenomen wordt in het stamboek en ster wordt verklaard met een tweede premie. The result of number 14, she is accepted in the stud book and declared star with a second premium.
De uitslag van catalogus nummer 15. Een jeugdige merrie met veel rasuitstraling. Merrie die wat opwaartse gebouwd zal mogen zijn, ook wat sterker in het middenstuk. Merrie die beschikt over droog beenwerk. De stap die die is iets kwetsbaar, die zal wat meer lengte mogen tonen, meer buiging in de sprong, wat actiever. De draf toont de merrie voldoende houding, voldoende balans, maar het achterbeen mag meer doortreden. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 15, she is accepted in the studbook with a third premium. De uitslag van catalogus nummer 16. Een royaal ontwikkelde merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Het oog zouden we graag wat groter zien en ze mag wat meer behang hebben. Wel een mooie lange hals en een lichte hoofd-halsverbinding. Merrie heeft een mooie schouderpartij, zou iets sterker in de verbindingen mogen. Beschikt over droog beenwerk. We zouden de stand van het linker voorbeen iets correcter willen zien. De stap is actief, maar mag meer lengte hebben. De draf toont veel souplesse, veel schakelend vermogen en afdruk, is ook ruim. En deze merrie wordt dan ook opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. The result of number 16, she is accepted in the studbook and declared star with a second premium. Thank you.
De uitslag van catalogus nummer 17. Een langgelijnde merrie die wat rijker in zijn rastype mag zijn. Wel een mooie lange hals en een licht hoofd-halsverbinding. Merrie die wat sterker in de verbindingen zou mogen zijn, met name in het middenstuk. Merrie heeft voldoende droog beenwerk, maar het achterbeen is vrij recht. Ook het voorbeenstand zouden we graag wat correcter zien. De merrie die stapt voldoende ruim en sluit voldoende aan. De draf waardeert de merrie zichzelf op. Merrie met goede beentechniek, voldoende opwaarts. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Then the result in English of number 17. She is accepted in the stud book with a third premium.
Ik heb begrepen dat de batterij van de microfoon op was, dus hierbij nog één keer de uitslag van catalogus nummer 18. Nummer 18 was een imposante langgelijnde merrie die wat sterker zou kunnen in het middenstuk. Wel voldoende aangesloten lendenpartij. Merrie beschikt over correct gesteld beenwerk en ook droog beenwerk. Merrie die heeft een kwetsbare stap. Op de momenten dat ze ontspannen is, stapt ze voldoende ruim en takmatig. De draf is heel makkelijk, toont ze veel takt, maar zou daarbij het achterbeen meer onder de massa mogen zetten. Ze wordt opgenomen in het stamboek en sterfklaar met een tweede premie. The result of number 18, she is accepted in the studbook and declared star with a second premium.
Ja, de uitslag van catalogus nummer 19. Een merrie met ruim voldoende rasuitstraling, vriendelijke uitdrukking. Merrie die we in bouw graag sterker zien, met name de lendenpartij, is redelijk week. En ook het schoft zouden we graag meer ontwikkeld willen zien. Het beenwerk zou wat droger mogen, wel correct qua standen. De stap die zou wat actiever mogen en die is wat kwetsbaar. De draf toont ze veel takt en veel zweefmoment, mooi gebruik van het voorbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The result of number 19, she is accepted in the studbook with a third premium. De uitslag van catalogus nummer 20. Een merrie die nog erg jeugdig aandoet en aan bespiering mag winnen. Merrie die qua rastype een fraaiere halsvorm zou mogen hebben. De halsrichting is ook wat horizontaal. Wel een edel hoofd en veel manen. De staart zou wat dikker mogen. Merrie die wat meer lengte in het kruis zou mogen hebben. En het schouder zou wat, wat schuiner gelegen mogen zijn. Wel lange koten, droog beenwerk. De correctheid van het voorbeen kan beter. Wat toontredend en ook wat nauw. De stap is kwetsbaar en heeft moeite met de takt en zou ook meer lengte mogen hebben. In de draf zien we mooi gebruik van het voorbeen, maar we zouden graag meer ruggebruik willen zien en ook een krachtiger achterbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek. Number 20, she is accepted in the studbook, no premium. Thank you.
Ja, dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 21. Een zeer aansprekende merrie met een mooie voorhand. Merrie die correct gebouwd is, goede bovenlijn heeft. Het kruis zal wat minder hellend mogen. Kwaliteit van het beenwerk is voldoende droog. Merrie zal wat royalere hoeven mogen hebben. De beweging, dan mist het paard voornamelijk in de wendingen vaak de zuiverheid. Zowel in de stap als ook een beetje in de draf. Bij voldoende ontspanning is de stap voldoende takmatig, maar toch erg kwetsbaar. In de draf zouden we ook, over de benen is de merrie akkoord, maar we zouden meer gebruik van de bovenlijn willen zien en meer ruggebruik. En dat maakt dat deze merrie vandaag opgenomen wordt in het stamboek en met een derde premie. Exterieur toereikend, maar in beweging komt ze vandaag helaas tekort. The result of number 21, she is accepted in the studbook with a third premium.
Dan de uitslag van catalogus nummer 22. Mary die veel rasuitstraling heeft. Edelhoofd, veel jeugduitstraling ook. Mary die de halsrichting zou wat verticaler mogen. Mary die ruim voldoende kwaliteit van de bouw heeft. Mary zou qua beenwerk de stand van het linker voorbeen kan correcter. En ook de bouw van de sprong zien we graag correcter. De stap hebben we de Mary de tijd gegeven, maar dan missen we toch de zuiverheid. De draf waardeert de Mary zich op. Hele lichtvoetige draf, met een goede beentechniek. Deze Mary wordt vandaag opgenomen in het stamboek. En zou voor een hogere waardering meer kwaliteit in het beenwerk en in de stap moeten hebben. The result of number 22, she is accepted in the stud book, no premium. Resultaat van catalogus nummer 23. Een Mary met veel rasuitstraling, mooi zwart, edelhoofd, veel statuur. Wat bouw betreft zou ze wat hoogbeniger mogen zijn en wat modernere opdruk mogen hebben. Wat positief aan de bouw is, is de kruisligging en goede bovenlijn. Mary die zou correcter in de voorbeenstand moeten, erg toontredend en ook nauw. Mary die stapt met voldoende ruimte. Zou iets meer buiging in de sprong mogen tonen. De draf heeft een voldoende krachtig achterbeengebruik, maar mist daarbij wat oprichting en zou ook het voorbeen wat meer uit mogen leggen. Deze Mary krijgt vandaag een derde premie. The result of number 23. This studbook mare deserves a third premium.
Oh. Nummer 24, Tialda V van de Mietwei. Een merrie met ruim voldoende rasuitstraling, veel behang, zwarte kleur. De hals zou misschien nog iets verticaler mogen. Merrie is voldoende sterk gebouwd. Het kruis zou wat minder hellend mogen zijn. We hebben moeite met de kwaliteit van het beenwerk. Met name de sprong linksachter. Ook de hoeven zouden royaler mogen. De stap die mist af en toe zuiverheid. En ook in de draf zien we dat terug. En dat maakt eigenlijk dat we deze merrie vandaag helaas niet kunnen primeren. The result of number 24. She gets no premium today. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 25, Wikje van de Sanning. Een merrie met veel rasuitstraling. Een merrie die beschikt over een mooie voorhand, voldoende lang gelijnd is. Het kruis is lang, maar wel hellend. De merrie heeft droog beenwerk, zou in de voorbeenstand correcter mogen. De merrie stapt aan de hand en stapt en draaft aan de hand correct, maar heeft ook een goede ABFP-test gelopen. Met een 6,5 op stap en een 7,5 op draf. En dat maakt dat deze merrie vandaag sterk kan worden verklaard met een tweede premie. Number 25 is declared star today with a second premium. She had a good
ABFP-test. And we have taken the notes for walk and trot into account. And then she becomes star today. Dan het keuringsresultaat van catalogus nummer 26. Een merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Die een robuuste merrie, die iets modernere opdruk mag hebben. Merrie die ook wat meer jeugduitstraling zou mogen hebben. Het beenwerk zou wat meer kwaliteit mogen hebben. Ook de stand van het voorbeen kan correcter. De stap is voldoende ruim. De draf toont de merrie veel takt, maar ze zou meer mogen doortreden met het achterbeen en ook meer schoudervrijheid mogen laten zien. Deze merrie wordt vandaag niet geprimeerd. Number 26, no premium today.
Nummer 27, het keuringsresultaat. Bentestal de Oergong. Een merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Zou wat verticalere halsrichting mogen hebben. Ook wat meer neklengte, waardoor de hoofd-halsverbinding wat lichter wordt. Merrie is iets naar voren gebouwd. Mag met opwaartse gebouwd zijn. Wat strak op de lendenen. Kwaliteit beenwerk is voldoende. We zouden de standen graag wat correcter zien. Achterbeenstand, de bouw van het spronggewricht achter, maar ook de voorbeenstand. De stap is voorzichtig, maar wel takmatig. In draf gaat met name de tweede ronde, wordt wat beter. Maar we zouden meer gedragenheid willen zien. Ze draagt wat in een hoog ritme. En dat maakt dat we vandaag niet geprimeerd kan worden, helaas. Nummer 27, no premium today. Hey. Dan het resultaat van catalogus nummer 28. Een merrie met veel rasuitstraling, veel behang, mooie zwarte kleur. Wat rasuitstraling betreft zou de hals misschien nog wat verticaler mogen. De merrie is ruim voldoende correct gebouwd. Mooie schouderpartij, lang gelijnd. Het kruis zou misschien iets langer mogen. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De hoeven zouden wat royaler kunnen. De stap is actief en sluit mooi aan. In draf toont de merrie een heel mooi voorbeengebruik en vult het ook natuurlijk heel goed aan met het achterbeen. Dus deze merrie nodigen we graag uit voor een tweede beoordeling vandaag. Nummer 28 is invited for a second inspection today. Thank you.
Dan de uitslag van catalogus nummer 29. Een imposante merrie, grootramig, lang gelijnd, met een voldoende sterke rug. De lendenen misschien kunnen iets sterker. Merrie beschikt over een lang voorbeen. Zou wat meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. In beweging, de beweging is helaas vandaag niet toereikend voor een uitnodiging. De stap zouden we graag meer zuiverheid zien. En in de draf zou de merrie meer tot gedragenheid mogen komen. Mist nog wat kracht. Dus hele mooie merrie, maar vandaag helaas geen uitnodiging. Nummer 29 doesn't get invited to the second viewing. The movement is not sufficient. Dan de uitslag voor nummer 30, Jelleke. Een merrie met een heel mooi voorkomen, veel statuur, mooi front, sterk gebouwde merrie,
grootramig en lang gelijnd. Mary beschikt over royale hoeven en correct gesteld beenwerk. De stap die sluit voldoende aan, is voldoende ruim. In draf heeft Mary een mooi voorbeengebruik, maar ze mag het bekken meer kantelen en meer tot dragen komen. En ja, helaas, de beweging is vandaag ook niet toereikend voor aanwijzing voor een tweede beoordeling. Number 30 is not invited for a second viewing. The movements were not sufficient for a second viewing. Dan het resultaat van catalogus nummer 31. Mary die veel rasuitstraling heeft, edel hoofd, mooie halsvorm. Mary die ruim voldoende sterk gebouwd is, nog jeugdig aandoet. Het beenwerk is fijn en droog, alleen de voorbeenstand is Frans, zou correcter mogen. De stap zouden we graag meer ruimte en meer lichaamsgebruik willen zien. In de draf heeft de Mary voldoende techniek, maar ook daar zouden we meer ruggebruik en gedragenheid willen zien. Dat maakt dat deze Mary vandaag niet aangewezen wordt voor een tweede bezichtiging. Dan moeten ze een 7,5 gemiddeld scoren op alle onderdelen. The result for number 31. She is not invited for a second viewing today.
De uitslag van catalogus nummer 32. Een merrie met een goede bovenlijn. Een merrie die wat rasuitdrukking betreft meer behang zou mogen hebben. En ook wat meer neklengte. De merrie heeft een beetje een hellend kruis. De standen van het benen zijn correct en ook het beenwerk is voldoende droog. De stap is actief met voldoende lichaamsgebruik en takmatig. In draf heeft ze een voldoende sterk achterbeengebruik, maar we zouden daarbij meer oprichting willen zien. Over de hele linie een nette stermerrie, maar helaas geen uitnodiging voor een tweede bezichtiging vandaag. The result of number 32 gets no invitation for a second inspection today. Catalogus nummer 33. Een hele imposante merrie met een hele fraaie voorhand. Merrie die ook zeer correct is in bouw. Opwaartse romprichting heeft, goede bovenlijn. Eigenlijk weinig op aan te merken wat bouw betreft. Merrie heeft correcte beenstanden, ook droog beenwerk. De stap is voldoende ruim, takmatig, lichaamsgebruik. Draaft met veel balans, veel houding. En veel buiging in het achterbeen, veel ruimte. Dus deze merrie zien we heel graag terug voor een tweede bezichtiging vanmiddag. The result of number 33. She gets an invitation for the second viewing today.
Dan de uitslag van catalogus nummer 34, Silke van der Riedendiek. De merrie die opvalt door haar vele behang, mooie zwarte kleur, edele hoofd. Merrie die voldoende sterk gebouwd is. Merrie die over droog beenwerk beschikt. Het voorbeen is iets hol en de hoeven zouden we ook graag wat royaler zien. De merrie stapt goed en draaft opwaarts met een krachtig achterbeengebruik. En wordt dan ook uitgenodigd voor een tweede bezichtiging vandaag. Number 34 is invited for a second inspection today. De uitslag van catalogus nummer 35. Ja, dit is echt een genot om naar te kijken. Dit paard voldoet in heel veel opzichten aan het fokdoel. Als we beginnen bij rasuitstraling. Paard met een heel edel hoofd, een hele fraaie halsvorm. Veel statuur, een sierlijke belijning. Mooi zwart van kleur. Ook wat de bouw betreft hadden we eigenlijk geen verbeterpunten. Dus voor ras en bouw heeft dit paard een 9 gekregen. Het beenwerk is correct gesteld. En is ook droog. De stap is afgepast. Daar zouden we graag meer ruimte willen zien. Het is wel takmatig. En ook de draf is weer uit het boekje. Ook hier konden we een 9 kwijt. Dus met veel genoegen maken we deze hengst vandaag ster. Nummer 35 is a star stallion today. An excellent breed expression. Excellent confirmation. En een excellent trot.
de uitslag van nummer 36. Een hengst met ruim voldoende rasuitstraling. Wat bouw betreft veel schoftontwikkeling. En voldoende horizontale romprichting. Sterke bovenlijn. Paard zou iets meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. In stap is vlijtig en veel lichaamsgebruik en ruim. Draaft met veel zweefmoment, veel souplesse. En ook deze hengst wordt vandaag sterverklaard. Nummer 36 is declared star today. De stokmaten van catalogus nummer 35 was 1,66 meter en van nummer 36 1,70 meter. We gaan misschien... En dan de uitslag van nummer 10. We beoordelen de paarden nu opnieuw en nu volgens de richtlijnen voor kroonverklaring. En dat houdt in dat zowel het exterieur als de beweging bovengemiddeld goed moeten zijn. Ze moeten 7,5 op exterieur gemiddeld halen en ook een 7,5 gemiddeld op beweging. Deze merrie, voldoende rassige merrie. De halsrichting zouden we graag wat verticaler zien. Ook zou de merrie wat opwaarts gebouwd mogen zijn. De stap is weer actief met... veel ruimte. In de draf zouden we graag meer oprichting zien. En dat maakt dat ze vandaag helaas niet bevorderd wordt tot voorlopig kroon. Maar een hele mooie eerste premie Ster Merrie. En wie weet wat de toekomst nog brengt voor deze merrie. Number 10 is not provisional crown today. The exterior is not sufficient for crown declaration. Also the trot could be more uphill.
Dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 11. Een merrie met veel rasuitstraling en een correcte bouw. Beschikt over goed beenwerk. Exterieurmatig een goede merrie. Maar helaas, in beweging schiet deze merrie vandaag voor kroonverklaring, het ene hoogste predicaat, tekort. De stap die mist af en toe zuiverheid, is wel heel ruim, maar mist daardoor soms ook wat zuiverheid. En in de draf zouden we toch graag meer gedragenheid willen zien, meer kracht in het achterbeen. Dus ook deze merrie blijft vandaag eerste premiester. Number 11 is not professional crown today. The movements are not sufficient for crown declaration. Dan hierbij het resultaat van catalogus nummer 12, Fopje van de Lege Geën. Een merrie die in beweging weer overtuigde. Maar beweging kan bij kroonverklaring niet meer compenseren voor een kleine tekortkoming in het exterieur. Merrie heeft veel rasuitstraling, maar we zouden het beenwerk graag correcter zien voor voorlopig kroonverklaring. Dus helaas vandaag geen voorlopig kroonverklaring. Maar wel weer een hele goede draf, een goede presentatie in beweging. This mare is not professional crown today, number 12. The movements were very good, but the exterior, especially the quality of the legwork and the stances of the legwork, were not sufficient for crown declaration.
dan hier bij de uitslag van catalogus nummer 28, Fayenti Horsi. Deze merrie die al heel veel succes heeft behaald in onder andere de Pavo Friso bokaal, een hele goede IBOP heeft gedaan, die maken we vandaag kroon. De merrie zou wat exterieur betreft misschien nog iets verticaal in de halsrichting mogen, misschien iets royaler hoeven, maar compenseert daarvoor ruimschoots met haar excellente IBOP van 87 punten, met een 8,5 op stap en een 9 op draf. Dus heel graag maken we deze merrie kroon vandaag. Gefeliciteerd. This mare is declared crown today. And she can compensate for her exterior by an excellent IBOP. De uitslag van catalogus nummer 33, Romy H. van Twillens. Vanmorgen al aangegeven, Mary met heel vrij rastype en zeer correct gebouwd, zeer correct beenwerk. De Mary heeft al een IBOP van 78 punten en de Mary komt hier voor kroonverklaring, denk ik. Maar we doen er nog een schepje bovenop, want we maken deze Mary vandaag model. En de merrie is ook nog zogend. Die heeft een veulen aan de voet van 7 mei. Dus een zogende merrie die zo goed uitziet, die nog zo goed beweegt. Met heel veel plezier, model. Gefeliciteerd. Thank you.
En we sluiten de dag af met catalogus nummer 34. Silke van den Ridderdiek, Kroonmerrie met een triple A, 34. 34. Met een triple A score, een Seras typische merrie, die voldoende correct is in bouw. We hebben wat bemerkingen op de beenstanden. Het voorbeen is wat hol gesteld en de hoeven kunnen wat royaler. Maar de merrie heeft een uitmuntende IBOP van 83,5 punt en kan hiermee compenseren. En daarmee wordt de merrie vandaag dan ook model verklaard. Gefeliciteerd. The last mare of today, number 34, is declared model today. She could have a better stance of the foreleg, but she has a very high IBOP and can compensate for that exterior. So she is declared model today. Beste mensen, bedankt allemaal voor het kijken. Het was een lange dag, maar we hebben wel genoten van de paarden hier in de baan. Hele goede bodem hier. Fijne aanvoer. Goed gefilmd ook weer, goed verzorgd. Bedankt Piet, collega. Fijne samenwerking. En we hopen jullie weer terug te zien bij de volgende livestream. En wanneer is die, Adrian? Oh, morgen alweer. Hè? Oh ja, morgen in Werkgeer bij de ABFV-test is er weer livestream. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. For our viewers from abroad, thank you for watching again. We hope you enjoyed it. We had two nice model mares in the end. And tomorrow there's a live stream again, the ABFP test. And we hope to see you again. Thank you.